Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag weer een favoriete video. Ik heb weer mijn make-up tasje gevuld, of eigenlijk mijn toilettasje, met wat producten erin die de favorieten van de maand mei vormen. Dus ja, laten we gewoon snel beginnen met mijn favoriete producten van mei. Het eerste wat bovenop ligt is de In The Mood van W7. Dit doosje die... is gewoon heel erg fijn. Lekker compact ook. Ik vind dat je hem ook gewoon heel handig mee op reis mee kan nemen. Er zitten mooie natural kleuren in. En ja, het is gewoon een heel fijn, fijn doosje. Ik zal hem even laten zien. Ik heb een plasticje ervoor zitten. Er zit geen applicator bij zoals je kunt zien. Maar ja, hij is heel erg mooi. Hij staat ook uitgebreid gereviewd op mijn blog. Dus als je benieuwd bent, kijk dan eventjes daarop. Dan de mega volume van Miss Manga Punky. Ja, je ziet het goed. De Miss Manga Punky. Dit is de nieuwste natuurlijk van L'Oreal. Van de Miss Manga collectie. Hier was ik echt ook heel erg enthousiast over. Heb ik ook enthousiast over geblogd. Want... ja, ik vind die mascara's altijd heel erg goed. En ik was ook heel erg benieuwd of die echt dat resultaat gaf wat er aangegeven werd. Gelukkig iets in mindere mate, maar toch super goed. Dus deze is ook absoluut een toppertje van mij. Dan deze nagellak. Dit is van de nieuwe collectie van Rita Ora. Dit is de kleur Sweet Retreat. En... vorig jaar was ik eigenlijk al super enthousiast over de lijn van Rita Ora. En ja, toen er dit jaar weer een lijn eigenlijk uitkwam met haar, toen hoefde ik ook niet te twijfelen om weer een kleurtje ervan te kopen. Ik heb hem nu op. Let niet erg op, want het begint nu echt af te bladeren. Dus het ziet er niet zo mooi meer uit. Maar hij blijft best wel echt een aantal dagen mooi zitten. En ik vind hem echt, het kleurtje is gewoon heel erg lekker roze. Echt zo'n Barbie roze kleurtje. En daar hou ik heel erg van. Dus deze is ook absoluut heel fijn. Dan heb ik ook de Oh My Gloss. En deze is ook van de Rita Ora collectie. Hier zie ik niet echt op terug. Dit is de Non-Stop Glamour. Zo heet deze. En ja, het is gewoon een heel mooi kleurtje ook. Die heel erg fijn dekt. Ook best wel lang blijft zitten, vind ik. En ja, het is een mooi subtiel glittertje zit erin. En daar hou ik gewoon heel erg van. En ja, ik vond het vorig jaar ook gewoon al heel erg fijn, die product. Ook het lipproduct wat ze toen had uitgebracht. Dus daarom heb ik hem dit jaar ook weer aangeschaft. Dus deze blijft tot 6 uur zitten. Dus best wel lang ook. En ja, fijn product dus. Dan deze blush van W7. Dit is de Candy Blush in de kleur Angel Dust. En ik ga hem even openmaken. Het gaat een beetje zwaar. Je moet hier je nagel namelijk achter zetten. En dan zie je deze blush met een handig spiegeltje erin. En ik vind het gewoon een hele mooie kleur. Omdat hij gewoon echt perfect uitkomt op mijn gezicht. En... ik vind het ook heel erg handig dat hij een spiegeltje heeft. Dus vandaar deze. Dan deze foundation van W7. Dit is de Photoshoots Foundation. Deze is 16 Hour. En ik ga even kijken of ik de kleur terug kan vinden. Natural Beige, hè? Heb ik. Dit is een foundation die je moet schudden voordat je hem gaat gebruiken, omdat hij deze opening heeft. Dus er zit geen pompje op, dat vond ik in het begin echt heel erg wennen. Maar naarmate ik hem een paar keer had gebruikt, werd het steeds makkelijker. Dus je schudt hem voor gebruik en dan werkt hij heel erg fijn. Ik vind dat hij echt een hele goede dekking heeft. En hij is natuurlijk best wel gewoon lekker budget, dus... ja, het is gewoon een goede foundation voor een lage prijs. Dan dit doosje van Essence, How to Make Your Face Glow. Heet deze. En deze vind ik ook heel fijn. Omdat je drie producten eigenlijk in één doosje hebt zitten.
En het is een bronzer, een highlighter en een blush. En dat vind ik zelf gewoon heel erg handig. En de doosjes zien er gewoon heel schattig uit. Dus vandaar vind ik het een favoriet. Dan weer het laatste product. En dit is de Illuminating Highlighter Pen van Catrice. Deze wordt in twee kleuren verkocht. De andere kleuren heb ik ook nog niet getest. Dus binnenkort een review met allebei de kleuren. Ja, deze is echt mooi. Een mooi roze effect geeft deze. Wat ik zelf heel erg mooi vind ook aan deze pen. En hij is ook lekker goed zichtbaar. Het is met zo'n verpakking, zeg maar, wat je normaal bij concealer ziet. Dus je moet er aan draaien. Dat was voor mij even wennen, want zoiets had ik nog niet eerder geprobeerd bij een highlighter. Maar dit is ook de eerste highlighter pen die ik heb geprobeerd. Dus ik ben er gewoon heel enthousiast over. Echt, ja, je ziet het gewoon heel duidelijk dat je een highlighter draagt. En dat vind ik toch wel heel erg belangrijk. En dat maakt deze pen absoluut waar. Nou, dan waren ze dit alweer de favorieten van de maand mei. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer mijn favorieten te zien. Ik vond het zelf wel weer heel erg leuk om die met jullie te delen. De producten een aantal zijn er nog niet van gereviewd. Dus die komen nog. En als je gewoon meer over mijn reviews wilt zien of zo, kijk dan vooral eventjes op mijn blog. En als je deze video nou heel erg leuk vindt, druk even op het duimpje en vergeet je niet om te abonneren, want het is helemaal gratis en dan blijf jij op de hoogte van mijn nieuwste video's. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Voor nu dus bedankt voor het kijken en ik zie je heel snel weer. Doeg!